Sjoel Dessen is drie belangrijke doelpunten in twee wedstrijden van jou, Sjoen. Ja, inderdaad. Nee, ik ben heel blij. Ik heb er wel eens met mijn vader over en hij zegt van ja, dit is het moment om doelpunten van tijdens het seizoen echt te kunnen laten tellen. En ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen. Ja, hoe was de wedstrijd vandaag? Was er een andere soort spanning dan afgelopen donderdag? Ja, toch wel. Omdat je had toch twee uitgoals, dus dat geeft ook een heel klein beetje comfort. Maar je weet natuurlijk, ja, als je dan 0-1 achterkomt, dan is het chaos. Dus we wisten wel dat we gewoon goed moesten beginnen. Op zoek moesten gaan naar die goal en dat hebben we gedaan, denk ik. Ja, want Volendam kwam hier wel echt om te voetballen. Dan zag je vanaf de eerste minuut staat ze er bovenop. En dan is het wel lekker dat je in de zesde denk ik al binnen kan prikken. Ja, ze moesten. Hè. Dat is onze verdienste ook van in de heenwedstrijd. Ze moesten komen, ze moesten scoren om zich te kwalificeren. En kijk, we hebben daar goed gebruik van gemaakt. Denk ik. Ik denk dat we in de tweede helft nog iets meer op zoek konden gaan naar de 3-0. Want dan doe je hem helemaal dood. Want we weten dat Volendam niks twee goals kan maken zoals afgelopen donderdag. Maar we hebben het heel volwassen uitgespeeld, weinig weggegeven. En dan ga je door. Ja, want als je kijkt naar afgelopen donderdag, denk ik dat je vandaag wel een stuk lekker in de wedstrijd zat. Ja, het was, we zijn goed begonnen. Dat doet al veel, zeker in zo'n wedstrijd, omdat de druk er toch volop zit. Maar kijk, als je dan snel scoort, dan krijg je het publiek achter je. En dan is het een spelen in een zetel. Ja, want als je kijkt nu naar komende week, hoe denk je dat je het beste kan voorbereiden? Want je hebt ook een tikkie nog gehad. Hoe gaat het met je been? Ja, het zal wel meevallen. Het was gewoon de landing op mijn enkel. Maar het zal wel blauw en wat dik zijn, maar ik denk niet dat er dingen zijn geraakt. Maar ja, kijk, het zal belangrijk zijn om de recuperatie te pakken. Want het is een heel lang seizoen geweest voor allemaal jonge gasten. Eigenlijk veel spelen voor de eerste keer in hun carrière. Een heel seizoen, elke wedstrijd. Maar voor mij dan persoonlijk is dat ook zo. En dan voel je toch dat het einde van het seizoen is. Maar kijk, ik denk dat als we hier donderdag het veld op gaan, dat je vermoeidheid wel gewoon vergeet en er vol voor gaat. Ja, voelt het dan ook zo of jullie laatste reserves nou vol op het veld gaan gooien de komende twee wedstrijden? Ja, het zal moeten. Hè. Dus, Shane zegt altijd mooi, leave it all on the field there. En dat zullen we zeker doen. Ja, Shane is volgens mij best wel een coole kikker. Ja, voor de hevige kikker toch. Maar kijkend, je krijgt waarschijnlijk NEC straks in de volgende ronde, Eredivisie Club. Heb je ze een beetje gevolgd ook de laatste weken? Want ik denk dat je daar toch wel een beetje mee bezig bent geweest. Ja, op het einde van de reguliere competitie hou je toch in de oog wat de uitslagen zijn of tegen wie je kan uitkomen eventueel. En ik denk dat in de Eredivisie dat er iets meer wordt gevoetbald. En op zich liggen die ploegen ons wel beter. En ik hoop dat het nu ook zo zal zijn en dat we daar ons voordeel uit kunnen halen. Ja, want als je kijkt naar de oefenwedstrijd tegen de Belgische toppers, de oefenwedstrijd tegen Utrecht en tegen Jong Ajax met een goede opstelling en VVV. Allemaal voetballende ploegen en allemaal goed resultaat. Ja, daarom. En daar moeten we ook ons aan optrekken. En gewoon met vertrouwen aan die twee wedstrijden beginnen. En ik zeg het, als we in onze flow komen, dan denk ik dat wij ook NEC gewoon daarvan kunnen winnen. Ja, dus je hebt 28 mei 2017, over 10 jaar als je dan spreken. Wat zeg je dan? Ja, dan zeg ik, dat was de promotie, zeg ik dan. Dat was toen je op de grote markt zat? Ja, absoluut. Daar gaan we. Super. Succes. Ja, fijn.